begint al meteen met 4 punten. Iedereen, behalve Antarctica... Spelletjesfanaten van jong tot oud testen een nieuw ruimtebordspel. Het spel is ontwikkeld door een sterrenwacht in België en zal in 2019 wereldwijd verschijnen. Aan sterrenwacht Orion de eer om het voor het eerst in Nederland te proberen. Je moet veel over de sterren weten, om het echt te kunnen snappen. Het is op zich wel makkelijk. Ik denk dat het heel erg leerzaam is. Ja. Je moet al heel veel dingen weten. Ja, wanneer het dag en nacht is namelijk, ja, welke sterrenbeelden er namelijk allemaal zijn, dat moet je allemaal weten. Het spel gaat over sterrenbeelden herkennen, maanfasen herkennen, rondreizen op de wereld en als eerste op de maan landen. De gedachte erachter is om kinderen door middel van gamification, oftewel spelend leren, kennis te laten maken met sterrenkunde. Vaak een lastig onderwerp. Mensen zijn soms geïntimideerd door sterrenkunde, omdat je dan denkt aan fysici en zo. En maar waarnemen en van de sterrenhemel genieten is voor iedereen. Wat schat je in? Haalt deze groep de maan vandaag? Ik hoop het. Ik ga er een paar helpen. Dus normaal gezien denk ik wel dat dat gaat lukken. En hoe gaat het tot nu toe? Het is een lastig spel, maar we beginnen nu een beetje door te krijgen. Het klinkt alsof er hier vals gespeeld wordt. Nou, af en toe heb ik het idee dat het namelijk zo is, maar het is het begin van het spel. Is het gewoon nog onwetendheid? Nou, duidelijk, duidelijk. Heel erg onwetendheid. Maar bent u een beetje aan het winnen al? Nou, ik heb me wel slim neergezet, want ik heb meteen de volle maan geïnt. Gelijk 10 punten. Van het bordspel komt er een aparte variant voor basisscholen. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel, om sterrenkunde te stimuleren bij scholen in achterstandsgebieden wereldwijd. Plus 1 volgens mij zo. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja.